Het is vandaag zaterdag. Ik moet er over een kwartiertje ongeveer op zitten. Ik ga Lonnie even verzamelen en dan zie ik jullie zo in de les. Oh. Ja, en stuur de volte dan maar kleiner, hè? Dan kan je ook weer wat extra naar buiten toe wijken. Kom maar, let op dat je niet hoeft te sturen aan je binnenteugel. Goed, schouders sturen, binnenbeen. Schouders sturen, binnenbeen. Vanuit die ribbenkast, daar moet het vandaan komen. En ze hoeft niet korter, hè? Dus je hand niet meer naar je toe. Ze moet lager. Buiten oor, dus de rechteroor moet naar beneden. En om je linkerbeen gebogen. En jouw binnenteugel zorgt er alleen voor dat ze niet naar buiten kijkt. Goed, ook in die overgang terug. Zo, dat je stelling niet ontstaat aan je binnenhand, maar om je binnenbeen. Zo, ja, blijf rijden. Ja, mooi, mooi. Ja, dit vindt ze goed zo. Goed zo, mooi dat je daar zo blijft zitten. Zo, kun je nu naar voren rijden? Zo, ja, 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 ja. Nog een beetje meer. Ja, ja, hand mooi voor je houden. Daar, dit gevoel, Tess. Zo, en weer terug. Door weer zo lekker in dat zadel te gaan zitten. Dat je terug kan komen eigenlijk op je zit. Dat je steeds minder die handen nodig hebt. Ja, voel je dit? Ja. Dit moet hartstikke lekker zijn, denk ik. Ja, ik voel ook helemaal rug bewegen. Ja, ja, misschien en kun je hier dan weer stapsgewijs uit naar voren rijden. Rustig aan, steeds een beetje meer. 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 Nodig er maar uit. Kom maar, vriendin. Kom maar nog een beetje meer. Zo, je hand niet op slot zetten. Zo, de beweging van haar gaat door je hele lijf heen. Zo, ja, en weer terug. Op je zit. Op je zit. Eigenlijk omdat je meer mee gaat zitten. Zo, ja, goed zo. Goed zo. Ja, om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Zo, ja, en om je binnenbeen. Voor je binnenbeen opzij. Voor je binnenbeen opzij. Voor je binnenbeen opzij. En let op, hè, dat die buitenteugel niet in de boog komt te hangen. Zo, ja, en dan mag je soms best daar met je binnenbeen even zeggen, joe, mevrouw de koekenpeer. Zo, ja, insturen en opzij. Insturen en opzij. Zo, ja, goed. Zo, insturen en opzij. Goed, ja, en los in je onderarmen. Dus niet weer die neus naar je toe, maar toch een beetje naar beneden werken. Ja, dus met je ringvinger mag je dan best een beetje naar beneden drukken. Ja, en daar die achterbenen naartoe. Goed, daar die achterbenen naartoe. Goed zo, goed zo, goed zo. En steeds denk je weer, oké, even mijn werk gedaan, kan ik hals trekken. Even mijn werk gedaan, kan ik hals trekken. Nee. Zo, ja, nog een keer. Zo. Ja, want dan doet ze alleen een beetje de kont opzij en dan zwiept ze een keer met de staart. Dan vang je dat weer op en je zit. Vang je dat weer op en je zit. Zo. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Ja, goed. Om je binnenbeen. Zo. Ja, goed. Zo. En toch er een beetje omheen blijven zitten. Heel goed. Let op je rechterhand dat hij niet stiekem meegaat met licht rijden. Zo, ja. Dat je je daar bewust van onbewust van bewust wordt. Wat? Het bewust van het onbewust. Oh zo, ja, ja, word jezelf bewust in het onbewuste dat je je polsen soepel houdt. Goed zo. Daar, heel goed. Ja, en kijk of ze dit weer mee naar beneden wil nemen. Kijk of ze hier je hand weer mee naar beneden wil nemen. Zonder dat je meteen het losgooit, hè. Zo, ja, dat je ze een beetje de teugel uit je hand laat snoepen. Zo, ja, laat die teugel uit je hand snoepen. Goed zo, maar nog steeds is hij om je rechterbeen. Zo, ja. Oké, kun je hierin aangaloperen? Zonder je rechterhand op slot te zetten. Goed zo. Daar. Lekker zitten, lekker zitten, lekker zitten. Ja, kun jij je rechterhand weer iets dragen? Goed, mooi, mooi. Zo, ja. Daar, lekker zitten. Hi. Wat doe je nou? Het is een beetje fris. Het regent. Eens. Het is vandaag. Woensdag. Woensdag. Ik heb net een hele lange dag op school gehad. Ik ben een beetje ziek. Nou ja, tegenwoordig hoef je nergens meer voor in quarantaine. En ik ben alleen verkouden of zo, denk ik. Op school hoef je ook geen mondkapje meer op. Anderhalve meter is ook weg. Ja. Dus, alsof bestaat corona, wat is dat? Nou ja, je hoeft er niet zoveel meer mee. Nee. Maar goed, je vader heeft coronatest gedaan, die had niks. Die heeft dezelfde symptomen als ik. En toen waren de coronatest op. Ja. Dus toen hoefde er geen stokje mijn neus in. Ik heb school nog wel eentje liggen. Ja, haal maar. Ga ik hem wel doen. Maar goed, het is woensdag. Je hebt zometeen dressuurles. Je hebt zondag de finale van Jong KNS. Ja. Dan zijn we live bij het Instagram-account van... Nee, we gaan een takeover doen. Oh, sorry. Een takeover doen van... Horse & Country Nederland. Yay! En Astrid van Horses & Hens is er ook. Ja, en dan gaat er volgens mij een prijs van de
Hoe noemen ze dat nou? De meest harmonieuze combinatie. Ja, ja, dus wie het net die het liefste tegen paard is en dat soort dingen. Dat is. Nee, die het meest in harmonie is. Dan is het dat je het liefste bent. Ja, maar ik ben heel erg... Dat je het meest samen een geheel bent. Oh joh, dan kan ik die wel met Blondie winnen. Dat kan, maar misschien is er nog wel iemand harmonieuzer dan jij. En Astrid, die gaat ook bepalen wie die prijs is. Ik weet echt niet wie die prijs is. Ik ben ook wel benieuwd wat voor prijs het is. Dat is een les bij Patrick van der Meer. Dus nu ga jij even wat met je pony doen. Bij Patrick van der Meer trouwens een keer in het echt. Gefeliciteerd. Bij toen met Kingsland Outlet. I know. Toen stond ik daar met z'n net Kingsland dingetje aan. Ja, jij hebt mond daar. Nou, ga lekker wat met je pony doen. Ik blijf in de auto, want het regent. Het gaat er vooruit niet. Ik wacht even tot de stortbui voorbij is en dan ga ik naar buiten. Check. Buitenteugel stuurt en het achterbeen naar voren. Zo, ja. Goed, los in je schouders. Zo, ja, nog losser in je schouders. Nog meer beweging in die schouderbladen. Ja, heel goed, heel goed. Om je binnenbeen, wijk maar een beetje zo. Niet zozeer omdat je wil wijken voor een 10, maar omdat je de ribbenkast wat naar buiten wil zetten. En steeds een beetje vrij van die binnenteugel. Steeds vrij van die binnenteugel. Goed, dat je die linkerschouder naar binnen kan sturen. Hou die schouderbladen los. Ja, dus hier moet ze naar binnen toe, omdat je aan je linkerteugel die schouder naar binnen kan sturen. Zo, dus niet te veel omdat je de neus naar rechts stuurt. Zo, ja. Doe je zo ook meteen van hand veranderen in de stap. Ja, dus hier moet ze in haar eigen lossigheid moet ze naar beneden zakken. Zo, ja. En doe maar een beetje wijken. Doe maar een beetje wijken. Zo, een keertje trager licht rijden. Let op dat je niet alles aan je binnenteugel wil regelen. Zo, ja. En hoe zie ik dat dan? Dat eigenlijk jouw binnenteugel strak blijft en jouw buitenteugel steeds in een klein boogje komt te hangen. Zo, ja, daar. Goed zo. Kijk maar, hoe ver kan ze terug? Hoe ver kan ze terug? Hoe ver kan ze terug? Niet aan links regelen. Zo, ja, hoe ver kan ze terug? Hoe ver kan ze terug? Goed. Ja, kijk maar. Personal trainer ben je nu. Jezelf niet verstijven in je nek. Zo. Ja, kijk maar. Kan die nog verder terug? Ik denk het wel. Kan ze nog? Ja, goed. En dan weer naar voren. Dan weer naar voren. Rustig aan. Steeds een beetje meer naar voren. Rustig aan. Steeds een beetje meer naar voren. Raak je het kwijt, ga je weer zo terug. Goed. Daar. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Goed. 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 Zo. Ja. Ja. Daar. En dan steeds in je zit verder terug. In je zit verder terug. En het liefst vrij van je rechterhand. Vrij van je binnenhand. Dat zei je dus niet... in jouw rechterhand doet, hè? Want dit vindt ze moeilijk. Dus dan denk ze, oh, als jij nou maar mijn mondhoek rechts tilt, dan hoef ik rechtsachter niet zoveel te doen. Maar zeg dus, dan ga een beetje in haar zitten, zak een beetje onderheen. Hoi. Wat zo laat? Het is 8 uur, 's avonds. Ik ben hier met Mimi, mijzelf en I. Lolly staat in de molen, samen met Roloetje. Ik heb net les gehad. Het adem, het regent buiten en hard ook. Dus ik moest even snel spiekelzalen terug hierheen. Maar ik heb de les gehad. Het ging best wel heel erg goed. Ik heb alleen heel erg moeite. Kijk, oké. Ik heb hier zo... ik heb hier zo mijn handen. Zet ik mijn schouders een soort hier vast. Ga ik een soort... Oh nee, dan hou ik deze recht. Oh, hoe beeld ik het uit? Zo ben ik dan aan het rijden. Nou, dat moet... Oh, zo natuurlijk. Zo ben ik aan het rijden. Dan gaat deze helemaal heen en weer. Dat ding helemaal heen en weer. Maar ik moet dus zorgen dat ik met meer open handen rijd. Dan schouders die ook goed mee bewegen. En dan nog niet alle handen helemaal alle kanten op gaan. En dat ik dan ook nog mijn bek beweeg. Bijvoorbeeld, ik zit nu op de rechterhand. Dan hou ik mijn rechterhand heel erg zo. En mijn linkerhand, nee, kan beter met de linkerhand. Daar is ze sterk aan links. Dus dan is links mijn binnenteugel. Nou, daar hou ik nog heel veel druk aan. Waardoor die een soort, de hele tijd zo gaat. Dan probeer ik ook nog met die rechterteugel, nou niet helemaal zo. Maar probeer ik met die rechterteugel los. Nou, ik
hoe zeg je dit? Nee, probeer ik ook contact te nemen aan de rechter teugel. Dus wat er dan gebeurt, is dat ze een soort, ja, ik weet niet of ik het uit wil. Hè. Ze gaat alle kanten op met haar hoofd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus nu gaan we weer. Moet ik leren om deze wat meer aan te houden. Dus niet echt, maar wel aan te houden. En deze wat meer loslaten. En ook iets meer hoger. En zo. En mijn oog. En mijn schouders mee bewegen. Nou, dat is dus echt heel lastig. Toen moest ik van hand veranderen en de draf ruimen. Toen dacht ik, ik moet er ook al omstellen. Nou, de draf ruimen, dat was dan heel lastig. Dus de eerste keer ging dat een soort heel snel en niet voorwaarts. En de tweede keer ging het al wel wat beter. Maar dat vind ik dus erg lastig. Nou, ik moet nu maar even mijn spullen opruimen. Dan is het morgen donderdag. Dus dit tot het vierde. Ja, 4 uur, dus 2:30. Ik ga dus even evening talk met Tessa. Ik ga mijn spullen opruimen, een paar dagen van mode halen en naar huis toe en aan school. Oké, tot morgen.